Een hele goede morgen. Het is nu tijd voor Kundalini Yoga. Oh, kijk, het is nog helemaal leeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan zo meteen een Kundalini les doen. Ja. Kundalini Yoga. Wat moeten we daarbij voorstellen? Bij Kundalini Yoga, bij een les Kundalini Yoga, veel dynamische yoga oefeningen. Maar die veel verder gaan dan alleen het fysieke aspect. Dus in Kundalini Yoga kom je alle lagen van jezelf tegen. Emotioneel, mentaal, maar ook dieper spirituelere lagen. Dus dat kun je verwachten. Alright, en dat is heel wat. En dat is heel wat, ja. Mantra's, klanken, ademhalingen, alles. Het gaat niet, het werkt niet alleen op je fysieke lichaam, maar het werkt echt emoties, je geest en je spirit en je bewustzijn. De diepte is wat Kundalini Yoga zo mooi maakt. Oké, en ik kan me dan voorstellen dat je ook allerlei dingen van jezelf tegenkomt. Absoluut, dus daarom vinden mensen het ook niet altijd even leuk. Want jezelf tegenkomen, dat is oncomfortabel. En mensen zijn toch comfort-seeking mensen. Maar het is fantastisch om jezelf tegen te komen. Want dat is de enige manier om te groeien. Ja, dat lijkt mij ook. En waar gebruiken mensen deze vorm van yoga voor? Nou, waar gebruiken... voor alles. Voor alles. Maar ik merk met name... zijn toch wel mensen die geïnteresseerd zijn om hun volledige potentie te leren kennen. Nou, dus niet alleen die maar mooi en lenig willen zijn. Maar mensen die het gevoel hebben dat er veel meer in ze zit. En deze yoga geeft ze de mogelijkheid om dat ook echt te ervaren. En veel mensen hebben tegenwoordig last van hun rug, stijve rug, onderrug, rugklachten. En door dus die wat snellere bewegingen van de ruggengraat, maken we die rug weer wat soepeler en lossen die blokkades op. En het interessante is, helemaal onderaan je ruggengraat, bij je stuitje, zit wat wij noemen kundalini-energie. En dat is een extra bron van energie die je kunt losmaken, wakker maken, die dan langzaam steeds meer door je ruggengraat heen stroomt, waardoor je dus fitter en vitaler en blijer voelt. Heel erg vanuit je navel dit ooghoekje. Blijf ik de houding aan en volledig uit. Ogen gesloten, aandacht bedienen. Dat is een van de belangrijkste dingen die je gaat ervaren met Kundalini Yoga. Is dat je bewust wordt van de stroom van de prana, de levensenergie door je lichaam. Zit stil, voel me. Al met al, een goede workout, niet alleen fysiek, maar ook echt hier, want ik werd wel heel rustig. Ik was super rustig tijdens de meditatie. Ik was jullie vergeten. Ik was de camera vergeten. Dus dat betekent dat ik heel goed heb kunnen ontspannen. En ik hoorde naast me ook, misschien hoor je het nu ook op de achtergrond, wat mensen die emotioneel werden en gingen huilen. Want je triggert gewoon echt veel... je triggert nogal wat los. Maar dat is alleen maar goed. Wat is eruit? En ik loop even naar buiten, want iedereen ligt en zit nog rustig binnen. Het was een hele fijne, bijzondere les. We hebben heel wat oefeningen moeten doen die er in eerste instantie heel debiel uitzien. Maar ik heb intussen ook wel geleerd dat hoe gekker de oefeningen lijken, hoe beter het is voor mijn lichaam. Omdat dat vaak de bewegingen zijn die ik helemaal niet maak. We hadden ook een oefening die ik normaal gesproken ook met kickboksen doe, waarbij je op de grond ligt en je voeten van de grond af moet halen, schouders van de grond. Dus heel erg je buikspieren gebruiken. En normaal gesproken met kickboksen denk ik van, oh ja, dat is prima te doen. Maar hier was het toch intensiever, omdat we hier ook die ademhaling erbij moesten doen. Je navel de hele tijd heen en weer pompen om het energiepunt daar aan te wakkeren. En dat is gebeurd, want het werd super heet rondom mijn navelpunt.
Dus dat zijn allemaal van die sensaties die wel heel interessant zijn en bijzonder zijn om te ervaren. I liked. Ik voel me nu fris. Ik voel me chill. Kijk hoe ik hierbij zit. Ik zit aan de grachten van Amsterdam. In de drukte, maar ik voel me echt alsof ik ergens op een berg zit. Ik voel me lekker. Ik ga even kijken wat de anderen ervan vonden. Heb je een fijne les gehad? Ja, de les was heel fijn. Ik voel me altijd veel en veel beter daarna. Meer rust. En ja, begin van een nieuwe week. Dat start hier vandaag. Vrijdagochtend. Ja. Want wat doet het dan met je? Ik heb voornamelijk heel erg veel last van de buitenwereld. Dus de mensen eromheen, de chaos, zeg maar. En als ik dan naar Kundalini ben geweest, dan voel ik dat niet meer. Dan heb ik echt een soort van transparante muur. En ja, nou, dat voelt me fantastisch. Dat voelt me helemaal positief weer en weer ready to go. Wauw, ja, ja. Okay. Dus je gebruikt eigenlijk om je af te sluiten en jezelf op te laden? Ja, mezelf op te laden, zeker weten. Want je wordt er sowieso heel rustig van en je kan er weer beter focussen. En je intuïtie wordt super sterk daardoor. En dat merk ik bij mij voornamelijk heel erg. Ja. Weet je ook welke beslissing je moet nemen en wat niet natuurlijk. En wat wel. En ja, het is gewoon heel positief. Je voelt je gewoon heerlijk daarna, ja. Wij tunen in. Wat zeggen we daar? Om namo gurudev namo. Ja, Nederlands. Namo komt van namaste. En om is de creatieve wijsheid. Gurudev is de leraar in onszelf. Dus we tunen in op de creativiteit en het bewustzijn dat al in ons is. Wat we door yoga en meditatie naar buiten brengen. Wij zijn niet een geloof en we zijn ook geen secte. Een tulband is namelijk, heeft ook mee te maken met drukpunten. Zodat je kruinchakra een beetje onder controle houdt met al het gemediteer. Okay. Baard heeft daar ook mee te maken. Dus het heeft niet, we zijn geen religie. Het gaat om een ervaring. Ja. Dus wat kun je allemaal ervaren in jezelf? Dus eigenlijk doe je oproep op de krachten in jezelf. Absoluut. De leraar in jezelf. Absoluut. Mooi. Absoluut. Mooi, hè? Ja.